Ik weet nog heel goed dat een van de eerste boeken die echt bij mij iets losmaakte was die A plus U monografie over Louis Kahn. En dat was ook het eerste keer dat er een goed boek over hem verscheen met mooie foto's en mooie tekeningen. Er was over hem verder weinig toen. Dat boek van Guardiola, maar dat was niet goed. Dat was met zwart-wit maquettefoto's. En dat maakte zo'n indruk op me, dat A plus U boek. Dus dat was de eerste keer dat ik echt zo'n gevoel had van, jezus, wat kan architectuur. Het was ook zo'n bevrijding van wat er toen allemaal in Nederland onderwezen werd aan modernisme. Gewoon echt slappe kletskoek allemaal. Dit was echt architectuur met een ziel. Heel erg krachtig. Maar dat was nog niet echt een bruikbaar boek of een boek dat je zou kunnen gebruiken. Want daarvoor was het veel te ver weg. Dat durfde je gewoon niet, dat kon je gewoon niet voorstellen. Dat jij ooit, dat je in hetzelfde métier als zo iemand bezig zou zijn. Dat was gewoon iets, hè? Dat stond gelijk aan hele grote kunst. Aan Picasso of wat dan ook. Dus dat was een hele grote distantie. Dat is één aspect van architectuurboeken, want dat heb je natuurlijk nog steeds. Als je een boek van een collega bekijkt, laatst het boek van Koen, hè? 14 werken, dan denk je van, goh. Dat is echt wel, wat is die toch geweldig goed, die Koen. Dus dan heb ik nog steeds diezelfde afstand. En dat is ook, in die zin is dat dan ook niet bruikbaar. Anderzijds heb je dus die bruikbare boeken. Van hoe krijgen ze het voor elkaar? Hè? Als stimulans. Hè? Hoe deed Bunchef dat nou? Hè? Hoe maakt hij zo'n kantoorprogramma? Hoe lost hij dat nou heel slim op? Dus gewoon dingen afkijken. En een derde aspect van boeken is, en dat heb ik pas later ontdekt, is dat boeken, en zeker dan ook oude boeken, laten zien dat architectuur altijd hetzelfde is. Nou, die Gabellini. Dit is mooi, hè? Ja, dit is. Het boek is natuurlijk duur. En ik weet nog heel goed dat een boek voor mij ook duur was, maar alles wat in een boek staat, dat is er al. Dat kun je dus gewoon gebruiken. Dus het is een hele goedkope manier van research dit. Ja, die heb ik al gezien. Dat vond ik een beetje melig. Vond ik een beetje melig. Ik heb het een beetje gehad met die leuke jongen. En die Biblioteca dell'Architetto, die is natuurlijk ook mooi. Ja, en Modern America? Ja. Een hoop architecten die zitten echt het wiel 100 keer achter elkaar uit te vinden. Terwijl ja, als je iets, als een oplossing voor een probleem op straat te vinden is of thuis in een boek, dan is dat toch een veel ontspannende manier van werken. Ik heb ook een soort genot aan de substantie, hè, dus hoe het gemaakt is. Dus ik heb wat dat betreft ook verschillende bibliotheken. Hè. We hebben echt een handbibliotheek in het bureau. Ja, die gesloopt kan worden, waar ik inmiddels aan gewend ben dat het ook gewoon kapot gaat. En ik heb een eigen bibliotheek, daar gaat vooral om de mooi. Het mooiste boek, die heb ik niet hier, dat is Schinkel. Schinkels eigen werkenreeks, dat zijn 20 hele mooie A2 boekjes. Die is heel erg mooi, vind ik. En wat ik ook heel mooi vind, is een Vitruvius uitgave die ik heb. Die ook net een pocket is. Dat vind ik ook echt, dat heeft net zo'n kracht als alsof het gisteren gemaakt is. Die ken je misschien wel, dat zijn een paar EE-titels uit de 80e jaren. En dit is aan leverings, vandaag moet je grote schuurpapier. Dat is echt zo. Kijk, je ziet het, architectuur uit natuur, 105 gulden 85. Nou, dat is inderdaad echt wel een rip uit mijn lijf geweest, hoor. Ja, en bovendien nog een boek wat je andere boeken vermorzelt. Ja, want het is echt een kutboek.